Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ontvangt veel verzoeken voor bouwsubsidie. Dit liet Sosafo-minister Aini Spané gisteren weten tijdens een regeringspersconferentie. De bouwsubsidie is een financiële ondersteuning voor afbouw, bijbouw of reparatie van woningen of voor gezinnen in wooncrisis. Met deze maatregel streeft het ministerie ernaar degenen tegemoet te komen die zonder overheidssteun niet in staat zijn hun woonsituatie te verbeteren. Er wordt hierbij gedacht aan onder andere mensen die arbeidsongeschikt zijn verklaard, mensen die langdurig ziek zijn, slachtoffers van natuurgeweld. Er wordt verder ook aandacht besteed aan de huisvesting van mensen met een beperking, instellingen die mensen met een beperking opvangen en huisvesting voor senioren. Gezien de grote behoefte naar bouwsubsidie heeft het ministerie voor het begrotingsjaar 2024 besloten het programma uit te breiden. Het subsidiebedrag is gesteld op SRD 100.000 per aanvraag. De totale raming voor dit beleidsonderdeel is gesteld op 30 miljoen. We kunnen dus 300 woon- en leefsituaties verbeteren. Een voorwaarde is wel dat de aanvrager een eigendomsakte zal moeten aantonen en een gezinsinkomen van maximaal 12.000 SRD moet hebben. De regeringspersconferentie van gisteren is gehouden in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking aan de Henk Arendstraat.